Gerald Vanenburg, ja, die had zich bemoeid bij PSV met de opstelling. En werd dus door iedereen gezien als een intrigant. Ook door de aanhang. En die ging hem enorm uitfluiten. En hij was helemaal niet meer populair. En het volgende moment ging heel Nederland zich daar een beetje mee bemoeien. En die gingen hem ook allemaal uitfluiten. En die gingen ook zijn hoge stemmetje nadoen. En gevolg was dat je overal waar hij kwam, gingen ze zo'n piepgeluid maken. En werd hij uitgefloten. Dus het was onmogelijk voor Vanenburg om in Nederland te blijven. Hij moest weg. En hij vluchtte dus naar Japan. Ja. En daar hoorden we een tijdje niks van hem. Nee, helemaal niet. En ik dacht bij mezelf, nou, ik ga hem toch eens bellen. Want ik had een goede band met hem. Maar Vanenburg wilde niks met Nederland te maken hebben. Wilde geen Nederlandse journalisten zien. Hij had er helemaal de balen van. Helemaal genoeg van. Dus ik bel hem op. En hij zegt, nou Harry, voor jou een uitzondering. Kom maar naar Japan. Dus, nou, hey, exclusief interview met Vanenburg. Dus, hup, gelijk het vliegtuig in. Zie het voor je. Hup, vliegtuig in naar Tokio. In de trein. 2,5 uur in die hoge snelheidstrein. Naar het plaatsje Iwata. Want daar speelde hij toen. Bij Jubilo Iwata. En we namen daar 4-5 uur op. In dat plaatsje. Halverwege de wedstrijd, die we ook nog even konden filmen. Hup, gelijk weer de trein in, terug naar het vliegveld en weer naar Amsterdam. Dat was hem. En heel snel monteren. En toen hadden we dus een heel leuk filmpje over Gerald Vanenburg in Japan. Kijk maar. Hoe is je Japans dan? Ik heb les, maar dat valt tegen. Hoor. Valt het tegen? Daar komt er ook eentje hoor. Ja, het is nou feest hoor. Wat is er zo moeilijk aan het Japans dan? Het is gewoon mooi. Je hebt heel veel woorden met één woord. Die heeft maar 4-5 betekenissen. Dan gaat het om de toonhoogte gaat het dan, hè? Ja, waar je het over hebt, maar ja, als je niet zo goed kan praten. Wil je het even wachten, hè? Ja, oké, dank je. Wil je het even wachten, hè? Wil je het even wachten? Arigato, hè? Vanenburg is één van de drie spelers bij Jubilo, wie er beeltenis een telefoonkaart siert. En dat is een telefoonkaart? Ja, er zitten 1000 euro voor 100 tik op, weet ik hoe die kaart werkt. Mijn probleem is geweest dat ik gewoon heel lang, veel te lang in Nederland heb gevoetbald. Zonder dat ik wat anders heb gedaan. Kijk, als je 10, 12 jaar ergens speelt, kan je wel eens voor de problemen voor jezelf komen dat je niet 100% meer gemotiveerd bent. En ja, dat heb ik op een gegeven moment gehad. Dus dat is dan de fout die je gemaakt zou hebben? Vind ik wel, voor mezelf, ja. Ja, en ik heb wel een paar kantjes gehad. Ja, dus je had nooit dat levenslange contract mogen tekenen met PSV? Nee, nou, dat is niet helemaal waar. Daar heb ik ook veel, veel goede dingen uitgehaald, denk ik. Persoonlijk zou ik zeggen, Gerald, daar is het fout gegaan. Nou, je had nooit levenslang bij PSV moeten tekenen. Was naar Roma gegaan. Ja. God, man, je kon er zo naartoe. Ja, inderdaad. Maar voor 4 jaar kon je zo tekenen. Ja, inderdaad. En ik dacht bij mezelf, en hij doet het niet. Ja. Waarom? Ik denk dat je in je leven bepaalde stappen neemt of keuzes maakt. En op dat moment sta je er voor 100% achter. En ik vind achteraf erover terug te praten, daar los je niet veel mee op. Dat schiet niet op. Dat bedoel ik. Nee, oké, okay, maar. Oké, okay, ik had bij maar goed, ik even, even daaraan denkend. Even aan denkend wat had ik net zeg. Had ik dat op dat moment moeten doen? Had ik daar moeten gaan spelen, ja. Ik weet niet of je het gezien hebt, er zitten daar mensen normaal. Ja. Als we wedstrijd spelen op zaterdag, nou, dan zitten ze morgens om 9 uur zitten ze er. Die mensen? Ja, zitten ze voor kaartjes te wachten en dan spelen we om 7 uur s'avonds. Is het oké? Okay? Is Gerald oké? Okay? Ja, is oké? Okay? Is hij oké? Okay? Gerald is oké? Okay? Ja, Gerald is oké. Gerardo, oh, oh.
Twee jaar eerder vonden ze de beste van de wereld en twee jaar later zitten ze uit te schelden. Dat klopt niet. Dat klopt niet. Maar klopt, dat is ook een beetje het geval met Ruud. Dat klopt, maar ik vind dat het niet klopt. Ja, in jouw geval en Gullit gaan een beetje samen ineens, hè? Ineens, ja. Ineens kreeg hij ook een beetje die wenning. Ja, maar die kreeg ook dat... ineens even wat fluitconcertjes. Ja, maar het klopt niet. Je zat net te vertellen van, we worden Europees kampioen en heel Nederland stond aan de grachten voor mij. Nou, voor ons. Waaronder ik en Ruud ook een onderdeel waren. We waren met een ploeg toen, maar daar waren wij ook onderdeel van. En ik denk dat dat, dat klopt niet. In deze vorm zou hij nog makkelijk mee kunnen in de Nederlandse competitie? Oh, hij kan makkelijk mee. Makkelijk mee? Ja. De Japanners zijn blij met hem? Ja, ze zijn gek met hem. Supporters ook, hè? Ja. Ja, Gerald. Oh, Gerald. Oh, piep, piep, piep. De meisjes. Piep, piep, piep. Dat is leuk, joh. Ja? Dat is leuk. En ik kan doen laten wat ik wil. En daar speel ik een stuk makkelijker. En ik vind dat ik in Nederland niet zo gespeeld heb zoals ik hier speel. Gewoon heel dwingend en ik doe wat ik wil. Ja? Ja. Dus je bent nu in de top van je carrière. Nu speelt Vanenburg zijn beste voetbal. Vind ik zelf wel, ja. Ja? Dat vind ik wel. Maar jij zou dus nog in Nederland dan heel goed mee kunnen nu? Dat zou zeker kunnen. Zeker kunnen? Ja, zeker. Geen probleem. Met PSV? Kan jij zo mee? Absoluut. Ja? Zonder problemen. Ja. Is er een soort gevoel bij jou dat je denkt van, ik ben toen vervelend weggegaan uit Nederland. Ik wil het in Nederland nog één keer laten zien. Ja, dat gevoel heb ik wel een beetje. Dat heb ik toch nog wel een beetje. Dat gevoel heb je ja, wel? Ja, ik heb het in zoverre van mezelf, omdat ik gewoon weet dat het zonder heel weinig problemen kan. Dus je hebt toch wel zoiets van, ik wil die Nederlanders toch nog even een poepje laten ruiken. Nou, ik zou nog wel een jaartje zo voor mezelf als laatste jaar. Voor mezelf dan puur, ja. Ja, je loopt het risico dan dat ze toch weer dan die hoge stem van jou gaan nadoen. Ja, maar dat is wel vaker gebeurd. Maar binnen een maand kan ik ze wel stil hebben, denk ik.